gewoon hoe alcohol en drugs in het verkeer. Ik stap bij iemand in de auto die onder invloed is. Doe je dat? Nou, ik niet. Nee. Heb je ook nog nooit gedaan? Weet ik. Nee, volgens mij niet. Nee, denk het niet. Nee. Zou jij bij iemand onder invloed instappen? Nee. En waarom jij niet? Nou, er kunnen ongelukken gebeuren en nou, van alles, dus ik zou dat niet doen. Nee, zou je niet doen? Heb je nog nooit gedaan? Nee. En jij? Nou, dat is echt niet echt een goed idee. Het is niet een goed idee, vind je? Nee, waarom doe je het niet? Nou, dan ga je dood. Dan ga je dood. Dat is wel heel heftig meteen, maar het is inderdaad niet heel veilig. Als ik het weet, dan stap ik niet in. Stap je niet in. En waarom stap je daar niet in? Nou ja, dan kom ik niet thuis, hè. Dan kom je niet thuis. Ik wil thuis komen. Okay. Is het strafbaar om met alcohol op te fietsen? Wat denk je? Nee. Het is niet strafbaar? Nee. Waarom denk je dat? Al die mensen die op stap gaan, gaan meestal op de fiets. Dus ja, ik denk niet dat dat strafbaar is. Wat denk je? Ja. Ja, waarom denk je dat? Er kan ook van alles gebeuren. Net zo goed als je in de auto zit, dus ik denk het wel. Ben je het ermee eens? Ja. En gaan jullie wel eens zelf naar een feestje op de fiets dat je ook alcohol op hebt? Ik ga wel eens naar een feestje, maar ik gebruik geen alcohol. En jij wel? Soms. En dan heb je alcohol op en dan ga je wel op de fiets? Ja. Oké, ja. Gaan we even naar het antwoord. Ja, het was inderdaad, het is inderdaad verboden om met alcohol op te fietsen. En er zit zelfs een boete op. Je kan €140 boete krijgen. Dus dan weet je dat ook voor de volgende keer. Ja. Gedronken. Na hoeveel glazen water is de alcohol uitgewerkt? A, 3 glazen. B, 7 glazen. En C, maakt geen verschil. Wat denk je? Ik denk 7 glazen. Jij denkt 7, waarom? Nou, het duurt wel even voordat die alcohol je lichaam uit is. Nou, ik denk C. Maar dat weet ik niet. Ik weet het niet zeker. Nee, ik weet het niet. Nee. Want als je zelf alcohol drinkt, heb je ook niet echt het idee dat water nou heel erg helpt. Nee. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Maakt niet uit. En wat denk jij? Ik denk ook C. Maakt niet uit. Maakt niet uit. En waarom denk je dat het niet uitmaakt? Ja, dat weet ik niet. Weet het niet? En wat denk jij? Ja, het zit toch al in je, dus die alcohol. Dan helpt het toch niet, lijkt mij. Hebben jullie het zelf wel eens gedaan dat je bijvoorbeeld merkte van, nou, ik heb best wel wat gedronken. Ik probeer met water mezelf wat meer nuchter te krijgen. Ja, dat wel, ja. Merkte je dat ook, dat het hielp? Of? Nee, dat helemaal niet. Oké, nou, dan ga even kijken naar het antwoord. Wil jij voor mij het antwoord voorlezen? Het is antwoord C. Het maakt niet uit hoeveel glazen water je drinkt, want 1 glas alcohol heeft 1,5 uur nodig om uit je lijf te zijn. Ik spreek van tevoren af wie de Bob is. En doe je dat? Ja, altijd. Ja. Komt het vaak voor dat je een Bob nodig hebt, dat je met de auto gaat? Nee, wij gaan meestal in eigen dorp op stap, dus dan gaan we mooi fietsen. Ja. Ja, als we op stap gaan, dan gaan we niet in de auto. Dus wij spreken dat nooit af wie de Bob is. Nou, we hebben het wel eens niet gedaan en toen belanden we uiteindelijk de nacht in een auto. Echt? Ja, echt waar. Want toen hebben jullie echt afgesproken, dan gaan we niet rijden. Nee, gaan we niet. Dat kon ook echt niet meer. Hoeveel promiel alcohol mag een beginnende bestuurder in het bloed hebben? Is dat A 0,2 promiel, B 0,4 promiel of C 0,5? Wat denk jij? A 0,2. Waarom denk je dat? Eigenlijk mag een beginnend bestuurder helemaal niks, toch? Dus dan denk ik het minste. Ja. Okay. En jij? Ben je het mee eens? Ik denk ook A. Ik heb geen idee wat het is, maar ik gok A. Je gokt A. En wat gok jij? Ja, ik gok B. Je gokt B, oké. We gaan naar het antwoord kijken. Het is 0,2 promiel alcohol inderdaad. Je hebt hem goed. Weet je ook hoeveel glazen dat is? Wat denk je? 5 of zo? 5. Nee, het is ietsje minder dan 1 zelfs. Oh. Dus je mag niet eens 1. Als je straks je rijbewijs gaat halen, niet meer dan 1 glas drinken in ieder geval.